Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Uiteraard straks de kritische vrienden. We praten met de twee directeuren van het RSG Lingen College. Maar eerst aan tafel de finalist van Miss Beauty Gelderland. Welkom Manon. Ja, bedankt. Jij bent finalist geworden van Miss Beauty Gelderland. Ja. Hoeveel finalisten zijn er in totaal? Het is verdeeld in twee groepen. Dus je hebt de beauties en de teens. En de beauties, zijn beide 15 meiden. Dus we zitten met z'n 30 in totaal ongeveer. En nu ben je in ieder geval finalist geworden. Ja. Hoe gaat de route verder? Nou, we hebben nu heel veel trainingsdagen en voorbereidingen op de grote finale. 21 april is de finale in Nunspeet. En daar bereiden we ons nu heel erg op voor door de trainingsdagen te doen, sportdagen, catwalkles, social media training. We gaan nog een keertje naar de marechaussee om in de modder te kruipen. Dat soort dingen. En waarom heb je dan dat modderkruipen? Om dat er maar uit te halen, want dan denk ik, dat heb je toch niet nodig als je Miss Beauty bent? Nee, nou ja goed, vaak wordt van een Miss gedacht, dat is alleen maar mooi zijn, maar een Miss is veel meer dan dat. En een Miss die kan ook gewoon lekker in de modder spelen, kruipen, zeg maar. Is ook stoer. En, is het een beauty met brains? Ja. En welke brains heb jij dan? Ik heb een paar jaar geleden een eigen goede doelenorganisatie opgezet. Dus ik denk dat niet heel veel mensen van mijn leeftijd dat kunnen zeggen. En wat voor goede doelenorganisatie? Het is eigenlijk een soort van zusje van. Dus met dat goede doelenorganisatie zamelen wij geld in voor een ander goed doel. En dat kunnen we dan overhandigen. Mooi. Ja. En hoe blijf je nou zo in shape? Ja, de sportschool. Dus dat is gewoon heel veel sporten. Zit je iedere week of iedere dag in de sportschool? Ja. Wauw. Ja. En dan heb je de aanloop hier naartoe gehad, hè? Hoe bereid je je daar dan verder op voor? Ja, het is op zich best wel moeilijk om jezelf voor te bereiden op de castingdag. Er wordt van je verwacht dat je je hebt drie rondes. Je hebt de voorstelronde, je hebt een bikinironde en daarna heb je nog een Engelse vragenronde. Nou ja, goed, het voorstellen, daar kan je je nog wel op zich op voorbereiden. Dus kort vertellen, wie ben je, hoe oud ben je en wat doe je, wat zijn je hobby's. De bikinironde, dat is eigenlijk ook, je moet jezelf gewoon zelfverzekerd voelen voor de ogen van de jury. Ja. En de Engelse vragenronde, daar kan je niet zo heel veel op voorbereiden. Gewoon een knop omzetten en Engels gaan praten, want je weet niet wat voor vragen ze stellen. Het is natuurlijk heel erg leuk om het hierover te hebben allemaal. Maar je hebt onlangs een trainingsdag gehad en volgens mij hebben we daar beeldmateriaal van. Ja, klopt. Zullen we even kijken? Ja. Hoe ziet zo'n trainingsdag er precies uit? Het is een dag dat in Apeldoorn gehouden wordt bij Club Pelikaan. Dat is een grote luxe sportschool. Dus dan, we hebben afgelopen trainingsdag hebben we eerst gesport met z'n allen, anderhalf uur. En daarna hebben we een catwalkles gehad. Want we moeten straks tijdens de finale natuurlijk ook op onze hoge hakken en op de catwalk lopen. Dus dat moeten we ook nog even oefenen. Dus dat is een middagvullend programma. Maar wel heel erg leuk, omdat je ook met alle andere meiden bezig bent. En je leert er gewoon heel erg veel van. Dan hoor je heel veel commentaar over de bikinironde, hè? Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb daar geen problemen mee. Want? Ik voel me gewoon zelfverzekerd als ik in bikini loop. Dus ik kan daar gewoon met zelfverzekerdheid voor de jury verschijnen in mijn bikini. Ja, als we nou eens vooruit kijken. Stel nou dat je die beauty contest wint. Wat ga je dan doen? Als ik in de finale de titel mag krijgen voor Miss Beauty of Gelderland, dan ga ik door naar het Nederlandse traject. En dan kan je dan ga je met alle provincies voor Miss Beauty of the Netherlands. Nou, win je dat, dan kan je ook nog door naar internationaal. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat zie je wat dat betreft wel zitten. Dat lijkt me wel heel gaaf om dat te mogen doen, ja. Nou staat Miss Beauty of the Netherlands altijd ergens voor, hè? Waar staan jullie voor? Miss Beauty of the Netherlands staat voor de jonge, krachtige vrouw. Die straalt van binnen, maar daardoor ook van de buitenkant. En jullie zetten je in voor een goed doel? Ja, zeker. Dus het is ook een van onze activiteiten om onszelf in te gaan zetten voor een goed doel. En dit jaar is dat Plan Nederland.
ik hoop voor jou dat je droom uitkomt. Ja. En wie weet word je ooit wel Miss World. Ja, wie weet. Dank je wel. Ja, bedankt. Tiel aan tafel. Inmiddels aangeschoven Han en Peter van het RSG Linge College in Tiel. En zij gaan verbouwen en nieuw bouwen en maken zich zorgen over de kosten. Welkom, heren. Dank je. Grote plannen met nieuwbouw en verbouw. Maar er zijn ook zorgen. Waarom? Ja, we hebben zorgen omdat we signalen opvangen dat de afspraken rondom de nieuwbouwfinanciering wellicht wel eens aan de orde kunnen komen in de gemeenteraad. Terwijl we dachten, die afspraak ligt er al. De nieuwbouw en de afspraken in drie fases, die zijn vast. Daar kunnen we vanuit gaan. En welke fases hebben we het dan over? Even voor de duidelijkheid. We hebben het in drie fases opgedeeld. Fase 1 is de nieuwe MAVO. Fase 2 is de HAVO en VWO-locaties aan de Heiligenstraat. En fase 3 is het VMBO beroepscollege aan de Thijsterbandlaan. En daar gaat het op dit moment over. En zoals Peter al zei, we waren ervan overtuigd dat het goed geregeld was. Mm-hmm. En dat was ook zo, denk ik. Maar ondertussen verschuift er wat in het landschap. En zien we dat we met de bedoeling die we hadden, de verbouw, met de kosten niet meer uitkomen. En dat was een basisniveau. En we zien dat de kosten daarop stijgen. En als we hetzelfde basisniveau willen houden wat we hebben vastgesteld en wat we nu hebben, gaat dat pijn doen als het op deze manier moet. En op welke manier bedoel je dan pijn doen? Ik neem aan dat jullie bedoelden dat er dan geld tekort komt. Dat klopt. Ja. Dan zou er niet genoeg geld zijn om de doelen te verwezenlijken, zodat we goed onderwijs kunnen blijven bieden voor alle kinderen die daar in Tiel op rekenen. En welk doel denken jullie dan dat er niet gehaald wordt? Als ik ervan uitga, denk ik dat het laatste doel is. Hè? Want het is dus natuurlijk de laatste fase waarin je start. Heb ik het al goed? Het gaat om twee doelen. Voor de locatie Heiligenstraat en voor de Thijsterbandlaan. Ja. Dat we niet meer kunnen doen dan een bouwkundige opknapbeurt. In plaats van een onderwijskundige vernieuwingsbeurt. En wat is het meest belangrijke? Of zijn ze allebei even belangrijk? Je moet een goed gebouw hebben waar je niet alle kosten die eigenlijk naar onderwijs moet gaan in moet steken om het gebouw overeind te houden. Mm-hmm. Dat is één. Het andere, dat je aantrekkelijk onderwijs biedt, zodat Tiel en het onderwijs in Tiel goed op elkaar blijft staan, dat is ook belangrijk. Die kunnen niet zonder elkaar. Poeh, dat is wel heel lastig. Hè? Want ik heb ook wel ergens gelezen dat er best wel veel leerlingen die dan nog moeten kiezen naar buiten gaan, hè, naar Culemborg of naar Geldermalsen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, onderwijs is ook gewoon een onderneming. Heb je ook te maken met concurrentie. En concurrentie uit zich op vele manieren. Leerlingen die naar andere scholen vertrekken. Of is daar onderwijs beter, of is zij naar de gebouwen aantrekkelijker. Nou, we zien heel vaak dat een gebouw ook wat met onderwijs te maken heeft aan aantrekkelijkheid. Maar uiteindelijk gebeurt het natuurlijk wel in de klas. Want die leerling moet er wel zijn, die moet ze wel in de klas hebben om goed onderwijs te geven. En daarnaast is het ook zo dat je in oudere gebouwen niet met een nieuwere vorm van onderwijs kunt bieden. Als je alleen maar in klaslokalen kunt werken, zoals we nou zeggen 30 jaar geleden deden, past dat niet meer helemaal bij deze tijd. Nee. Dus daar moet ook echt wat in gebeuren. En dat dreigt nou wankel te komen te staan door deze ontwikkeling. Ja, je wil niet als je achter gaat lopen bij de concurrent, want dan hebben mensen een reden om buiten Tiel te gaan kijken. En dat zou niet goed zijn. En hoe belangrijk is het RSG Linge College voor Tiel? Ja, heel wezenlijk. We weten vanuit onze ervaring dat een school die midden in de samenleving staat ook een hart is voor de stad. Zorg dat de stad aantrekkelijk is om te wonen, om te werken. De werknemers van de toekomst die komen van die school af. En die gaan ook in de buurt zoeken naar gelegenheden. En worden ook aantrekkelijke partijen voor werkgevers. Maar wat nou als die leerlingen al niet gewend zijn om in Tiel op school te zijn? Dan gaan ze daarna wellicht ook niet in Tiel zoeken naar werk. Dus dat is heel belangrijk voor de plaatselijke economie. Dat er een goede aantrekkelijke school staat. Klinkt eigenlijk heel logisch. Hoe kunnen we de gemeente, of hoe kunnen jullie eigenlijk de gemeente overtuigen dat er dus eigenlijk meer geld bij moet? Ja, in zoverre ook even duidelijkheid. Er hoeft vanuit de gemeente niet meer geld bij. De kosten worden niet hoog. Alleen uiteindelijk wordt het bedrag wel hoger. Maar dat heeft te maken met de ontwikkeling in de bouwmarkt. Dus de gemeente gaat niet meer voor de school betalen, maar er komt wel wat meer geld vrij. En dat is gewoon noodzaak. Hoe kunnen we dat overtuigen? Nou, dat is een lastige vraag. Alleen maar door te zeggen hoe goed een belangrijk onderwijs in Tiel is. En daar worden we ook in gesteund door de ondernemers van Tiel, die dat ook zien. En aan de andere kant, Peter gaf het net al heel mooi aan. Tiel heeft ook recht op goed onderwijs en dat heeft ook recht op goede gebouwen.
Ja, en iedereen is gebaat. Hè. Het is niet zo dat de ene partij er meer geluk mee heeft dat er een goede school staat dan de andere partij. Elke ouder, elk gezin, elke wijk in Tiel is gebaat bij een goede school. Ik weet dat de gemeente heeft gezorgd voor goede gebouwen in het basisonderwijs. Mm-hmm. Die kinderen die daar vandaan komen, die rekenen natuurlijk ook op dat ze goed vervolg krijgen. In hun eigen plaats, in hun eigen omgeving. Daar rekenen wij ook op. Ja. En Tiel heeft maar één voortgezet onderwijsschool. Dus dat zijn jullie inderdaad. Dat zijn wij. En we bieden echt aan alle leerlingen van alle niveaus een goede onderwijsplek. Maar er hoort ook het goede gebouw bij. Nou, het is mij in ieder geval een heel stuk duidelijker dan dat het was. En het blijven natuurlijk politieke keuzes en laten we hopen dat het allemaal goed komt. Tiel aan tafel. En nu in Tiel aan tafel, tijd voor de kritische vrienden. Welkom Jan, welkom Rini. Jullie kennen vast wel de sleepwet. En de sleepwet, is dat een goede zaak of vinden jullie dat een slechte zaak? Nou, moet je wel eerlijk zeggen, in eerste instantie sleepwet dacht ik, maar je bedoelt het verhaal rondom het referendum. Ik zou je eerlijk vertellen dat ik daar nog niet echt mezelf in verdiept heb. Jan, hoe zit het? De sleepwet, ik vind op zich, het is een gedrocht van een naam. Maar wat is het? Want niemand snapt wat het bedoelt. Nou, het heeft te maken met de wet op de veiligheidsdiensten. Waarin dus de overheid gewoon meer bevoegdheden krijgt voor het afluisteren van, en noem het maar op. Om een grip te krijgen op terroristische organisaties en de boeven. Nou, daar kan op zich een goedwillende Nederlander kan daar niet tegen zijn. Dus daar ben ik dus niet tegen. Hè? Maar geeft absoluut niet zo'n naam. Sleepwet. Het is toch geen hond. Want jij snapt al niet wat er bedoeld werd, Rudy. Nee. Nou, oké, daar heb je het al. En maar wacht, jij bent toch wel een redelijk intelligente man. Gaat het om de naam? Of gaat het om het feit dat we iets niet willen? Of ja, wel wij willen? Als Nederlanders, ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook zoiets van. Nee, dat gaan we niet doen. Natuurlijk is het goed dat er, als er inlichtingen moeten komen rondom het verhaal van terrorisme en zo, dat die inlichtingendiensten kunnen weten wat er speelt. Mm-hmm. Maar 1984, George Orwell, 1984, ligt wel op de loer. Dus waar ligt die grens? Nee. We gaan steeds verder. Alleen 1984, dat ligt erg lang achter ons, Rini. We zijn natuurlijk door de actualiteit natuurlijk enorm ingehaald. Als je kijkt momenteel naar de terroristische dreiging, is dat gewoon een totaal ander verhaal. Betekent ook dat daar andere oplossingen moeten bedacht worden. Nou, maar die terroristische dreiging, hè? Is die dan nou wel zo erg zoals die gemaakt wordt? Laten we zo zeggen, van, ik denk dat, dat er een hele hoop verhalen die we niet kennen, die worden afgevangen, gewoon in een vroeg stadium. Onder andere te danken aan aan inlichtingendiensten. Niet alleen van Nederland, maar ook van het buitenland. En op het moment dat je dus een aanslag krijgt, zeggen ze van nou oké, hadden we maar eerder ingegrepen. Mm-hmm. Dus zover zou ik niet willen gaan. Ze zeggen van nou oké, wij leveren een stukje privacy leveren we in. Dat is gewoon de tol die je betaalt voor vrijheid. En dat is niet anders. Nou goed, ik heb niks te verbergen. Dus ja, ik vind het op zich prima. Maar de gedachte, laat ik het zo zeggen. Dan moet het wel heel goed geregeld worden. Nou, dat is in ieder geval een absolute voorwaarde. Ja. Dat gewoon dat binnen de kaders van de wet gebeurt. En dat is natuurlijk deze wet die er ligt. Die is gewoon opgesteld binnen de kaders van de wet. Alleen ik zeg het, de naam sleepwet. Jongens, verzin wat anders. Jij refereerde net aan het referendum. Ja. Wat heeft dan die sleepwet met het referendum te maken? Totaal niks. Ik ben zelf een groot tegenstander van een referendum. Omdat dit is schijndemocratie. Waarom? Vind jij dat het publiek niet kan oordelen over... Het publiek kan overal over oordelen, maar het betekent gewoon, wij gaan één keer in de vier jaar gaan we naar de stembus. Dan hebben we onze gelegenheid om ons uit te spreken over onze volksvertegenwoordigers. En dan is het ook zo dat we voor die vier jaar... En die volksvertegenwoordigers die kunnen best tussentijds gewoon kijken van wat vindt die burger ervan. Maar een doorslaggevend referendum op dit soort belangrijke onderwerpen, ik vind het gewoon echt bullshit. Gaat nergens over. Dat vind ik een pittige uitspraak. Daar zitten we ook voor, toch? Ja, ja, hoe zie jij dat, Caroline? Hoe ik het zie? Ja. Nou ja, wat ik de laatste keer heb gezien is vooral natuurlijk dat het referendum, het ging over het Oekraïne volgens mij, hè? Ja. Dat daar heel erg tegengestemd is en uiteindelijk worden er toch weer onderhandelingen opgepakt. Dus ik denk, waarom zou ik aan een referendum meedoen op het moment dat er toch niet naar me geluisterd wordt? Maar ik vind wel juist die inspraak belangrijk, want ik vind het ook heel vervelend als je gaat kiezen
En ik kies voor een bepaalde partij. En die bepaalde partij die geeft dan punten aan waarvoor ze staan. Mm-hmm. En uiteindelijk wijken ze er toch vanaf omdat ze weer met andere partijen gaan samenwerken. Maar dan weet jij aan. Nee, maar dan weet jij toch wat je de volgende keer niet moet gaan stemmen. Die partij die gewoon jouw belangen dan verkwanseld heeft. Dat is toch gewoon elke 4 jaar ben je aan de beurt om die partij af te rekenen om hetgeen wat ze niet goed gedaan hebben. Maar goed, we hebben het niet zozeer over het referendum, we hebben het over de sleepwet. Ja, nou we hebben het over beide. Kijk, eigenlijk als ik dat eventjes laat indalen, ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Nou, ik een goede zaak dat er gebeurt en ik zeg ja, maar als het maar goed gereguleerd wordt, als het goed gecontroleerd wordt en die regels duidelijk zijn. Daar ben ik met je eens. Ik vind alleen omdat nu dat referendum iedereen zegt, of tenminste de partijen die nu in de regering zitten, mm-hmm, we doen er niks mee. Ja. Denk van waar zadel je nu de burger mee op? Je gaat zometeen ergens voor stemmen. Hiermee maak je de politiek heel erg ongeloofwaardig. Dus je moet het vooral niet doen. Ze hadden dit nooit moeten doen. Ze gewoon moeten zeggen van oké, als we vinden dat die wetten moeten worden aangescherpt, doen we dat gewoon binnen deze regering. Over een aantal jaren gaat de burger je wel daarover afrekenen, maar valt de burger daar nu niet meer lastig. Want je doet toch niks mee. Hmm. En dat vind ik gewoon schijndemocratie. Echt. Ja, moet ik eens even over nadenken dan, Jan, wat je daar zegt. Nee, maar dat snap ik. Dat doe jij. Ik ben blij dat je dat nu in dit geval wat gaat doen. Maar goed, deze discussie zal nog wel even blijven, want de discussie is er in de Tweede Kamer natuurlijk ook over. Mag ik in ieder geval jullie bedanken voor jullie mening? Ja, graag gedaan. Bij deze. Dankjewel. Tot zover deze Tiel aan tafel. Tot volgende week.